Goedemiddag, mijn naam is Jozef A. Vandaag kijken we naar een toepassing van lineaire functie, namelijk een lineaire groei. Ja? We gaan het doen met spaargeld. Je spaart 25 euro per maand. Ja? En vandaag de dag heb je reeds 125 euro gespaard. We gaan dan vragen oplossen, zoals wanneer ben je gewoon te sparen dan? Ja? Wanneer, volgens geld zal je hebben na 15 maanden of na 20 maanden, wanneer heb je bijvoorbeeld 400 euro gespaard? Ja? Dus onthoud, we hebben hier een voorbeeld dat je 25 euro per maand spaart. Ja, dat is een vast bedrag per maand dat je spaart. Elke maand hetzelfde bedrag, dus geen veranderlijk bedrag, altijd 25 euro. En je hebt reeds 125 euro. Dat kan je in een tabel schrijven. Dus een tabel x de maand uit aantal euro. Vandaag is altijd een vraagstuk het waarde 0. Op het moment 0 heb je 125 euro. Ja, als je 25 euro per maand spaart, de volgende maand heb je dan 25 erbij, heb je 200 euro plus 25. De maand daarna heb je dan 225 euro. Ja, je kunt ook teruggaan in de tijd. Als je vandaag 125 had, had je vorige maand 25 euro minder. Dus min 1 maand 150 euro, min 2 maanden geleden 125 euro. Min 2 betekent 2 maanden geleden plus 2 binnen 2 maanden. Je merkt hier altijd een verschil van 25, vast verschil. Bij 0 heb je 175. Dat betekent dat er een lineair verband is. Ja? Die functionele element is ax plus b. Ja? Met je a is die 25, die vaste bedrag die je hebt, dat is je a. Wat is je b? Is je beginwaarde op het moment 0. Dit is je p. Ja, dan krijg je dus de functie 25x plus 175. Dus je krijgt een lineaire functie bijwonen bij deze lineaire groei. 25 is je vaste waarde, een vast bedrag per maand erbij komt. 175 wat je vandaag reeds hebt. Als je dat tekent, op de r heb je 175. Waar snijdt die functie de x-as? Dat betekent waar is het nulpunt? Los je op 25x plus 175 is 0. Ja, dan krijg je 25x is min 175. Dat is min 7. Dus x is min 7. Dus bij, op de x-waarde min 7, daar is net de functie de as, het x-as, dan heb je een stijgende rechte. Waarom stijgend? Je spaart geld, er komt telkens geld bij. Er komt per maand 25 euro bij. Nu gaan we de vraagstukken oplossen. Ja? Dus 25 euro per maand, vandaag is 175. Wanneer ben je begonnen te sparen? Dat betekent, wanneer is net die rechte de x-as? Dan betekent, wanneer had je 0 euro? Je merkt dat bij 7 maanden geleden. Min 7 betekent 7 maanden geleden. Dus 7 maanden geleden ben je begonnen te sparen, 25 euro. Hoeveel geld heb je na 15 maanden? Dus eigenlijk, x-as is er 15 maanden. Hoeveel geld heb je daar na 15 maanden? Dan gaan we schrijven op 25 maal 15 plus 175. Waarom vang ik x door 15 en vullen 15 in? Dus 25 maal 15 plus 175. Ja. 25 maal 15 is 375. Plus 175 is 550 euro. Dus na 15 maanden zul je 550 euro hebben. Je spaart elke maand 25 euro, komt er telkens bij. Wanneer heb je 400 euro gespaard? Ja, wanneer heb je 400 euro in totaal? Gaan we kijken wanneer is 25x plus 175 gelijk aan 400. Ja. Die vraag gaan we oplossen. We gaan 125 aan de andere kant brengen. Krijg je 25x is 400 min 175 is 225. Ja. Dan is x 225 over 25, dat is 9. Dus na 9 maanden heb je 400 euro. Als je vandaag 175 euro hebt en je spaart 25 euro per maand, moet je 9 maanden wachten om 400 euro te hebben. Dat zijn dus een oplossing van vraagstukken op lineaire groei, een toepassing op een lineaire functie en lineair verband. Dank u voor de aandacht en tot de volgende keer.